Hoi, goedemorgen, welkom bij mijn Hobby's YouTube kanaal. Oké, de look is hetzelfde, kun je misschien herkennen van andere filmpjes. Maar ik neem wat meerdere dingen tegelijk, nou niet tegelijk, aaneensluitend op. En ik wilde graag even hebben over de nieuwe Chanel mascara. Prachtig toch? En dan hier zo staat de Chanel. En dan druk je hierop en dan haal je hem er zo uit. Ja. Ik heb gemixte dingen hierover gehoord. Mensen vonden het fijn. Mensen vonden de inhoud te weinig. Mensen vonden hem snel droog. Na 3 weken al heb ik gehoord. Mensen vonden hem. De inhoud van travel size. We gaan hem proberen. Ik krul even mijn wimpertjes. Oh! Sorry. Oh! Ja, zo is het goed. Ik had even de... Nou. Spiegel aan het goed doen, wou ik zeggen. Het is een siliconen borsteltje. Maar niet met van die harde spikes. En over het algemeen ben ik niet zo van de siliconen borsteltjes. Ze zouden een filmpje moeten maken van alle lelijke bekken die mensen trekken. Tijdens het opmaken. Er zat een velletje tussen. Oh, ik heb geknipt. Dan moet ik eerlijk zeggen, het borsteltje is niet zo heel erg groot. Dat haal ik zo wel even weg. Maar is heel goed, heel fijn voor de onderkant. Even een tweede laagje. Oké, het laat zich makkelijk verwijderen als je gemorst hebt.
Ja. Weet je. Nou, laat maar even zitten. Het is een mascara. Ja. Ik ben dol op Chanel. Echt. Dit is mijn absolute favoriete. Ik kan niet heel goed overweg met hun mascara's. Ik vind het allemaal niet geweldig. Ik vind de Le Volume niet zo fijn. En deze, ja. Ik had ook lippenstiften gekocht. Deze zijn van de herfst collectie. Dit is 195 Misanu. Dus deze. En dit is de 206 Illusion. Illusion zou je dan moeten zeggen, denk ik. Maar. Deze. Die gaan we opdoen. Ja, het is een hele fijne formule. Dat is natuurlijk altijd. Dit is de Rouge Allume. Allure. De Rouge Allure. Sorry. Zacht als boter als je het op smeert. De kleur slaat bij mij een beetje oranje uit. Ja. Maar dat heb ik nou eenmaal heel snel. Daar kan de lippenstift niks aan doen. Dat komt gewoon door de kleur in mijn lippen zelf. Daarom doe ik altijd een beetje foundation op mijn lippen om de kleur een beetje te demperen. Ik vind het wel een mooie kleur. Het past mooi bij mijn toon, zeg maar. Het is een mooie nude. Maar het is typisch Chanel. Het is allemaal licht en elegant en rustig. En zo is de mascara ook. Het is rustig en het is niet. Ik ga hem zeker opmaken, want dat vind ik zonde. En hij doet het prima. Hij geeft wel volume, maar geen krul uit zichzelf. Dus misschien moet ik voortaan even de wimperkrullen een beetje warm maken. Dan krul je over het algemeen mijn wimpertjes beter. Is deze beter dan mijn Essence? Nee, vind ik niet. Ik vind de lippenstift wel heel mooi. Ja, ik vind dit een mooie kleur. Dat was hem. De nieuwe Chanel productjes. Heb jij ze al? Laat weten wat je ervan vindt. Ik had ook nog de Tweed oogschaduw dus besteld. Maar mijn kleur was er niet meer. En ik was redelijk te laat hoor. Met opzij laten leggen. Dus. Maar goed. We zien wel. We zien ook. Daar komen blijkbaar hele leuke dingen met kerst. Maar ze mochten het echt niet vertellen. Dus we hebben nog een beetje aangedrongen. Of joh, vertel nou hè. Maar ze mochten het echt niet vertellen. Ze staan heel strikt. Zijn ze daarin. Dus moet even afwachten. Als het goed is, komt het half eind oktober wordt het bekendgemaakt. Dus ze zouden echt leuke dingen krijgen. Geen kalender dit jaar, want dat was een eenmalig iets. En dat was natuurlijk een flop. Maar goed,
binnenkort meer over Chanel. Even een slokje. Bedankt voor het kijken naar mijn hulp YouTube kanaal. Like en subscribe. Ik heb een hele rode borst, zie ik. Nou, oké. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!